Dit is natuurlijk een van de meer speciale vastelovend-traditie. Ik denk wel hier in Limburg, hè, in plaats van een prins met adjudant of lieftallige dames erbij, kreeg je weer een nieuwe forse lucifer, die vuur en vlam gaat brengen in het Kloosterdorp stijl. Een mooie traditie. Leef vastelovendsvierers van Gans, Tegelee, Steel en De Hei. Van harte welkom. Heel vurig in het vuurgloed steekt ons eigen duivelshel. Die begint dadelijk te borrelen en te roken en te kraken dat ze barst. En dan zal onze nieuwe lucifer zich aan ucht turnen. Het is inderdaad een spektakel wat vrij uniek is. We doen dat normaal gesproken eens in de 5 jaar. Maar nu door het millennium, in 2000 hebben we een extra editie gehad. In 2004 hebben we eveneens een extra editie gehad vanwege het 11x11-jarig jubileum van het ketelgerecht. En het ketelgerecht, dat is de oorsprong van de duivelscultuur hier op Steyl. Het is een soortement schertsrechtbank, dus we halen publieke figuren naar voren, wethaaiers, de burgemeester of andere mensen die bekend zijn in de regio of nationaal. En als die een streek hebben geleverd waar de burgerie het niet met eens is, dan doen we die de voortschreeuwen als stroof of gewoon de ketel in en dat is eigenlijk de verbranding in de hel. Vanavond heeft dat er echter niks mee te maken. De rechters zien wel aanwezig, maar ze doen geen uitspraak. Ze zien alleen in de hel aanwezig omdat vanavond voor lucifer uitkomt en dat op een spectaculaire wijze mag ik wel zeggen. Ze hebben het vorig jaar bij de optocht in Tegelen geprobeerd, maar 4 duivels waren niet genoeg om deze magere burgemeester in de ketel te slijpen. Kan er wel niks aan doen. Vanavond roepen we de lucifer uit, de vors lucifer. Dat is eigenlijk onze prins, maar het is geen prins, het is een opperduivel. Je zult hem straks zien, hij is in het roet met zwaard gekleed, hij heeft een bokkenpruik op met echte heures en is ook duivels gesminkt. Dadelijk zal de afkus erg getuurd worden. Een dono weer af te halen in de spilonke om dan in duivelsroom vriendenkring weer omhoog te komen om geproclameerd te worden als vos lucifer 2008. Nu is de vastelovende katholiek vies en hier wordt een duivel aan bijen. Wie kent dat? Ja, op Steyl, een echt kloosterdorp met een heilige. Kent ze zich geen grotere tegenstelling voorstellen. Toch is het zo en al vanaf 1883 rennen hier de duivels rond. En ja, dat is traditie. De versierselen, die is ze maar over dit rijk te kunnen regeren, heeft ze natuurlijk een scepter nodig. Een scepter die het ganse jaar bij dich blijft, was toen de stijl op duivels mij gaan aanvuren. Ik geef hem dich met heel veel plezier, want ik weet dat het in een goede hang is. Twan, voor dich, vast lucifer, twizenacht, Twan, machtens!